Nee, iedereen is op zoek naar de shortcut naar succes of naar geluk of wat het dan ook yeah. is. Zeker, zeker deze generatie proberen alles te hacken en, uh, en, te, en, en te doen. Ja. Yeah. Uh, maar ook dat hele social media verhaal. Je ziet natuurlijk, naar mijn idee, is, is een, de smartphone een beetje de, de, het duiveltje geworden, zeg maar, van, van die generatie misschien wel. Misschien wel van het hele uh, menselijke bestaan in het nu zijn, zeg maar. Ja, nou ja, als je, uh, ik zou zeggen, ik ga nog even door met het boek van Eckhart Tolle. <laughs> hè, de kracht van het nu. Maar ja, en ik gooi uh, mijn telefoon in de prullenbak. Of, uh? Uh, nou ja, ik had diep respect voor jou. Want uh, ja, had je natuurlijk gedaan. en Je had zo'n zo klein klote telefoontje. Klopt. Met, en, uh, en en waar je alleen maar op kon bellen en sms'en. Dus ja. dat vond ik echt wel een hele stoere move van jou. Ja. En dat heeft je ook echt wel tijd opgeleverd. Ja, het ligt niet aan die smartphone, echt niet. Het is, jij pakt hem op, weet je. Jij kiest ervoor om nog een extra app te installeren... of jij kiest ervoor om hem naast je bed te leggen. En ik weet, het is super weet je. En al die apps die zijn erop gericht om jou voortdurend online te houden. Het is gewoon een fruitmachine. En dat is, het. Het is echt, het is superverslavend, dus dat... Je, het vraagt wel heel veel discipline. Maar je, hou op. Je kunt die smartphone niet de schuld geven. Jij bent het die hem oppakt. En, en ik, tegenwoordig als ik mensen coach... dan van tevoren krijgen ze al een briefje van mij... en zeggen, oké... Okay, uh, ik neem mensen of 24 uur of, of uh, 36 uur mee naar een plek. Um, en dan zeg ik tegen ze... wen maar aan het idee uh, dat ik je telefoon in de kluis stop. Uh, dus... Je, je gaat echt in de detox. En dan zeggen mensen achteraf, uh, zelfs als ik ze drie dagen meeneem, zeg van, dat is heerlijk. Dus ja, mm. ik heb nooit gedacht dat het me zoveel ruimte zou geven. Dus ja, het kan, maar het is alleen jammer dat daar dan vreemde ogen, ik in dit geval dan, uh, moeten dwingen om mensen zover te krijgen. Uiteindelijk ben jij het. Die daar, het is jouw leven. Zijn toch de keuzes die je zelf maakt? Ja. ja. En, uh, Jouw leeftijd is gemiddeld 4.000 weken en uh, dan mag je zelf bepalen hoeveel tijd dat je daarvan online wil zijn. Ja, ja, ja. ja. ja.